Je plaag je alleen er zelf mee. En eigenlijk zit ze te lachen. Je helpt niet aan. Meneer Schorren, vanavond is hier een fakkeloptocht om aandacht te vragen voor de problemen waar Groningers al jaren mee kampen. Wat verwacht u van deze optocht? Ik verwacht dat er heel veel mensen zullen komen. Wij leven hier in constante onveiligheid en dat moest afgelopen zijn. Dus wij zeggen tegen de regering, gas terug, nu naar 12 en dan met een afbouwplan komen naar nul. U en uw partij maken zich eigenlijk al jarenlang hard voor deze kwestie. Denkt u dat er dan nu toch misschien een keer eindelijk wat gaat veranderen? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat vanavond een keerpunt is. Ik ben ervan overtuigd dat de Groningers dit gaan winnen, want zij laten niet meer los. Ze zullen echt vechten totdat ze gewonnen hebben. Loopt u mee? Ik wel, ja. Ja, ik moet mijn huis verdedigen, hè? Volgens mij is er al een fakkeloptocht geweest. En dat heeft niet veel opgebracht, volgens mij. Was u er verleden jaar ook bij? Ja, ook. Ja, vooraan. Ja. En heeft u het gevoel gehad dat door die fakkeltocht dingen zijn opgelost? Of is het nog steeds dweilen met de kraan open? Dweilen met de kraan open. Ja, maar het is wel nodig om te komen. En denk jij dat die fakkeloptocht wat helpt? Nou, dat is bij mij een vraag eigenlijk. Nou, dat is voor jou een vraag van ons een weten, hoor. Ik denk dat niks gaat helpen? Echt niet, hoor. Want ze trekken er helemaal niks van aan. Dit is leuk voor het plaatje, maar verder denk ik niet dat het zoveel zin heeft. Dus u slaat hem even over. U bent er niet bij? Nee, ik ben er niet bij. Je plaag je alleen er zelf mee. En eigenlijk zitten ze te lachen. Je helpt niet dan. Je ligt daar in de deuk. Die denk je, nou, hè? Nou, laat ze maar lekker lullen daar of niet. Deze keer loopt er ook wat politici mee, onder andere Jesse Klaver. Spreekt u hem er persoonlijk op aan vanavond? Ik weet niet of ik die mogelijkheid heb. Ik denk dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid wel kent. Als je alleen komt om mooi weer te spelen, dan moet hij thuis blijven. Nou, ik denk dat het een goede reclame voor hem is en voor zijn partij. Maar verder denk ik dat ook niet zoveel zo aan de dijk zit. Nee, dat moet hij doen. Ze alleen nog een beetje in de pitcher te komen. Die moet hij helpen. Ik heb begrepen dat ze ook dan weer een grote tocht komt met fakkels. Ja, nou dat begrijp ik. Ook dat is natuurlijk een hele... Als je over emotie hebt en over terechte woede en verdriet, frustraat, begrijp ik dat wel. En loopt u mee vanavond? Nee, ik ben er niet bij. Bent u erbij? Nou, ik ben er niet bij, want ik heb iets anders te doen helaas. Ik moet naar Rijswijk, naar de Nederlandse Leeuw. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat mensen gaan, want mensen zijn boos over wat er gebeurt met Groningen. Ze voelen zich in de steek gelaten, de mensen, en zeer terecht. Maar de Nederlandse Leeuw heeft toch nog even de voorrang. Ja, het gaat over immigratie en dat is voor ons PVV'ers toch echt het punt. Belangrijker dan een gaswin? Nou, als we doorgaan met de massa-immigratie bestaat er straks helemaal geen Nederland meer. Dus massa-immigratie is het allerbelangrijkste punt.